Hey Emma, ik zag het niet meteen door je kapje, maar we hebben de havenmeester van de stad in de apotheek. Dat vind ik wel verrassend, maar dat is je tweede leven. Ja. Maar jij bent een apotheekassistente in opleiding, toch? Ja, klopt. Ja. En hoe is het gegaan met de verhuizing? Jullie zijn, hoe lang zijn jullie nu over? Sinds 3 maart, vorige week maandag. Ja, dus net een weekje. Ja. En went het allemaal? Is het allemaal een beetje... Ja, het is nog wel een beetje zoeken. Sommige dingen, bijvoorbeeld laadjes, die moeten wel nog komen en dat soort dingen. Dus dat is af en toe wel een beetje zoeken, maar het meeste gaat eigenlijk wel goed. Dus, de inhoud is nog hetzelfde natuurlijk. Ja, natuurlijk. En de huisarts en zo, wanneer komen die? Die komen ergens, ze zijn vanaf begin juni. Oké. Okay. Dus we gaan ergens in mei dan over en dan vanaf juni is het... Ja. Goed, dus jullie draaien gewoon echt als eerste hier? Ja. Het primeurtje? Ja, we zijn alleen nog. Ga ik gewoon wat hoog. Oh, rustig. Maar Emma, dit vind ik natuurlijk ook interessant. Dus de achterkant van een machine. Jullie hebben spiksplint een nieuwe automaat, hè, waar mensen afhalen. Ja, dat klopt. Dat gaat de hele dag door. Ja, dat klopt. Je hoort af en toe, dan hoor je het ook wel. Als je hier ergens bezig bent, dan zoomt een beetje en dan komt er iemand het ophalen. Maar hoe werkt dat nou? Was het nou? Dat is gewoon iemand op de website die zegt, nou, ik wil mijn recept ophalen of ik heb een medicijnen nodig. Die tikt dat dan in op de website of zo? En dan krijgen jullie daar een order van binnen. Of hoe gaat dat dan? Nou, mensen krijgen dan een automatische sms. Als wij dit scannen, dan krijgen ze de sms en dan doen wij het erin. Dan kunnen ze in die sms, die openen ze dan, staat de code in. De code die voeren ze in en dan komt het eruit. Maar waarom zijn er dan eigenlijk ook nog mensen die aan de balie komen? Is dat is gewoon als ze nog niet weten wat ze nodig hebben? Of hoe gaat dat? Want als ik nou een recept mee krijg van de dokter, ja. Pak ik dan de automaat of pak ik dan de balie? Ik krijg wel het eerst, denk ik gewoon, dat je het eerst aan de balie haalt. Maar pas als je zelf aangeeft van, goh, ik vind het eigenlijk wel fijn als het in de kluis komt. Zodat ik het 24/7 kan afhalen. Ja, dan kies je ervoor en dan gaan ze dat... Ja, daarvoor zorgen. Ja, maar dat is gewoon echt het grote voordeel dat je er altijd bij kan. Ja, kunt. Zeker. Ja, en je hoeft er niet extra voor te betalen, toch? Nee, het is gewoon iets wat wij dan aanzetten, zeg maar, in het systeem. En dan komt voort dan alles eigenlijk wat je krijgt in de telekluis. Nou, oké, super. Ze zien er, ja, het ziet er eigenlijk heel simpel uit, maar het werkt wel doeltreffend. Oeps. Zeg nog eens oeps. Dan is het goed. Dan staat hij oeps. Ja, klonk net een beetje als een Disney film. Ja, het is een leuke toevoeging, vind ik. Oeps.